Deze kracht onthoudt bouwtekeningen van je ultrahand creaties en laat je onmiddellijk opnieuw maken met voorwerpen uit de omgeving en Zonanium. Wow. Wow, dat is chill. Een soort van automatisch bouwen of zo. Oh, dat is heel nice. In de vorige video hebben we de Pura tablet geüpgraded, waardoor we nu kunnen instellen dat we ergens naar op zoek gaan. Bijvoorbeeld schatkisten. En in deze video gaan we meer van deze uitrusting die tegen onweer kan verzamelen. Want die hebben we nodig voor onze quest. Heb je daar zin in? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Wel echt even abonneren, jongens. Dat helpt mij heel erg. Misschien gaan we ooit 100.000 abonnees halen. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Yunobo. Ik heb je hulp nodig. Kan ik gewoon even een bom gooien? Yunobo is er weer niet om mij te helpen. Dus ik ga maar gewoon tegen die bombloem schieten. Oh, ik krijg mijn pijl wel terug. Dat is top. Ja, kijk, hier is een kistje. De Pura tablet gaat helemaal los met zijn piepies. En zit hier dan een kledingstuk in? Ja, dit is de bliksembroek. Lekker. Kijk, die hebben we nodig. We moeten even die bliksemkleding allemaal fixen. Schijnbaar gaan we iets met de bliksem doen. Dat hoort bij deze quest. En dan moeten we dus dit riviertje eigenlijk naar beneden volgen. Eigenlijk denk ik dat het ook wel zonder die Pura tablet had gelukt. Maar ja, hè? Maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. Okay, let's go, Link. Goed zo. Klimmen blijft moeilijk. Kijk, ik wilde deze vijand even besluipen namelijk. Zodat jij niet op je toeter gaat blazen, vriend. Dat is nou weer precies niet de bedoeling. Hier, kom maar. Hatsaflats. Lekker. Hats. Bats. Oké. Dit ging lekker. Oh, ik hoor de Pura tablet alweer gaan. Waar is een kistje dan? Loop ik er nu naartoe of loop ik er nu vanaf? Volgens mij... Ik denk dat het daar is, daar binnen. Ja, kijk, hier is weer de kist. Hoppakeetje. Zie je, dit was helemaal niet moeilijk te vinden, joh. We konden gewoon doorgaan. Nou, maakt niet uit. We hebben in ieder geval allemaal upgrades. We hebben de bliksemhoofdband. Oké, lekker, Link. Dus nu hebben we alle bliksemkleding. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want nu moeten we dus naar het einde van deze... van dit water. Ik zie daar allemaal zonoïde lakeitjes. We zijn nog niet bij het einde van het water. Dan moeten we die kant op. Gaan we wel even gaan via de bovenkant. Even kijken waar we dan naartoe gaan. We moeten naar het einde van het watertje. Daar is een grotje. Daar aan het einde. Ja, daar binnen. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Oké. Ik ben super benieuwd wat er gaat gebeuren. We gaan hier naar binnen. Wat is dit? Oh, hier is het aardig ingestort. Dit is een beetje een ruïne. Hier staat ook geen schatkist of iets. Maar we moesten de bliksem hier laten inslaan, toch of zo? Je hebt van die plateaus, daar moet je dan fruit op leggen. Dan komt er een speciaal beest. Zal ik hier fruit op leggen? Nee, oké, dat werkt niet. Wat moeten we hier dan opleggen? Zou dit elektriciteit geleiden? What the heck? Oké. Wat gaat er gebeuren? Ik dacht dat ik daar gewoon moest gaan staan of zo. En de bliksem in mezelf moest laten slaan. Misschien moet dat alsnog. Dit is wel cool gedaan. Oh, nu gaan al die beelden aan. Dit is wel heel vet hoor. Dit is heel cool. Nice. Ja, die bliksem gaat sowieso inslaan, denk ik. Oef. Op 4 plekken. In die beelden. En dan? Moeten we daar naar boven? Is daar de volgende tempel? Hey, Taudo is er. Die zegt, Caleb, kijk. Zo te zien is dat drakenbeeld ook door de bliksem geraakt. Wat is er iemand in de ruïne? Oh, jij ook hier. Dit drakenbeeld is door hevige bliksem getroffen, maar gelukkig ben jij ongedeerd gebleven. Ik heb nog nooit eerder zo'n zware blikseminslag gezien. Het leek alsof de ogen van het drakenbeeld oplichten voordat de bliksem werd geraakt. Link, weet je wat er is gebeurd? Nou, even uitleggen wat er allemaal is gebeurd. Het mechanisme in de eeuwenoude ruïnes heeft de donderwolk verdreven en er zijn nieuwe hemeleilanden verschenen. Wonderbaar! Alweer een joekel van de ontdekking. Sterker nog, het is de ontdekking van de eeuw! Inderdaad, een fantastische vondst, zegt Caleb. Ik zou meteen op onderzoek uit willen gaan, maar ik heb geen idee hoe we daarboven kunnen komen. Dat wordt niet makkelijk, inderdaad. We moeten eerst de vondst even aan Pura melden. Taudo gaat naar Kakariko. Maar eerst is die nog hier. Oh, dit is Caleb. Ik word wereldberoemd, zegt Caleb. Zal wel. Ik ga even koken, ja? Ik ga even kijken of ik wat drankjes kan maken. Moet ik er als het goed is gewoon zo'n vleugel in doen? Heb ik hem er nou wel in of niet? Ja, volgens mij wel. Oké, monsterdeel. Moet ik die met insecten koken dan of zo? Ik heb niet zoveel insecten. Wat als ik dit nou samen kook? Oh, kijk. Oké, nu heb ik wel een drankje. Maar ja, heb ik niet zo heel veel aan. Zo, even weer wat gekookt. Caleb is ook wakker ondertussen. Hij zegt, ik kan niet de lucht in. Ja, maar ik wel. Hier, ik bedoel, dit ziet er wel uit als een drakeneiland, toch? Ik denk dat ik hier op me naartoe moet. En ik denk dat dit eiland hier precies voor mijn neus is. Het is potverdorie weer lekker aan het stormen. Maar gelukkig heb ik nu kleding aan die daar tegen kan.
Tenminste. Oh, maar ik moet even, even die wapens wegdoen. Even dit wapen pakken. En een schild die er tegen kan. En een boog die er tegen kan. Oh, dat is wel balen. Nu kan ik niet mijn sterkste wapens gebruiken. Oké, maar we zijn wel boven waar we moeten zijn, denk ik. Oké, gevaarlijk. We moeten niet in het water landen. Dus even kijken of hier iets bruikbaars zit in deze kisten. Ik bedoel pijlen. Oké, ja, pijl. Pijlen kunnen we altijd gebruiken. Wel een beetje bang eigenlijk dat ik al mijn wapens aan het vernachelen ben. Oké, we moeten uiteindelijk helemaal daar naartoe, denk ik. Ik denk dat we daar gewoon naar boven kunnen strakjes. Zullen we nou naar dit eilandje gaan? Kijk, vanaf hier en dan naar boven? Dat zou top zijn als dat gewoon kan. Ja, kijk. Precies, dit was het plan. Alright. Ja, dit klinkt als een goed plan. Zitten hier nog wat pijlen in? Ja. Top. Die hebben we hard nodig, denk ik. Ik hoor ook wel de hele tijd kistjes eigenlijk. Zou hier kistjes moeten zijn in de buurt? Maar ja, oké, waar moeten we nu naartoe? Welke kant moeten we op? Ik denk daar naartoe. Ja, deze kant. Oké, wat is dit? Moeten we dit aanzetten? Oh, er komt een blikseminslag hier. Oh, en dan kunnen we misschien hier opstaan. Worden we dan afgeschoten? Ja, lekker. Die hadden we vrij snel door. Dat is top. Dit is hier wel volgens mij echt standaard slecht weer. Hier moeten we even een bruggetje bouwen, denk ik. En zo, deze daarnaast maar. Dan kunnen we hier naar de overkant. Ja. Oké, top. Gaan we hier overheen even kijken waar we dan terechtkomen. Oh, ja, daar hebben we... Oh, jeetje. Dat is een behoorlijk sikke tovenaartje. Daar gaan we eens even een bom opschieten voordat ik aangepakt word. Kijk. Of ik blaas mezelf op, omdat ik net te langzaam was. Waar moet ik nu opnieuw beginnen? En hoeveel hartjes had ik? Had ik zo weinig hartjes? Oh, dit valt mee. Hallo, daar ben ik weer. Ik ga nu wel snel genoeg proberen te zijn op deze manier. Waarom hang jij in de lucht? Waarom? Oké, ja. Ja, ik ben lekker hier... Oh, what? Zit hij nou zichzelf gewoon in de elektriciteit? Nou, in ieder geval opgelost. De tweede keer ging best soepel. Oké, nu daar naar beneden, dan die berg omhoog. Daar aan de rechterkant is nog een zonoïde mannetje. Die heeft denk ik iets wat wij nodig hebben, want ik zie hier allemaal van die banen. Of is het gewoon zo simpel? Moet ik gewoon deze zo pakken en daar hier een motor op zetten? Ik denk het. Ik hoop het. Ik hoop dat het zo simpel is. Ik weet niet. Ik denk niet dat ik daar naar boven kan, want ik kom daar... Hallo? Werkt dit niet? Dit werkt blijkbaar niet. Misschien is het te zwaar. Misschien moet het toch hout zijn. Laten we dit met hout gaan proberen. Zo dan? Nee. Kan ik hier naar boven? We gaan die sporen gewoon niet eens gebruiken, denk ik. We gaan gewoon hier naar boven. Oké, en toen? Waar gingen we toen naartoe? Waar is de drakenkop? Die is letterlijk achter mij, aan de andere kant. Ik kan nu wel die kant op trouwens. Ik kan misschien vliegen. Oh, wat doe jij hier? Ga eens weg. Ik ga even een stukje terug. Ik ga eens even kijken toch wat hier is. Ik ben toch wel nieuwsgierig nu. Dan gaan we gelijk hier naar beneden. Zo. Gaan we hier een gat in maken. Zodat als straks de onweer komt, dat die hier inslaat. En dat gaat waarschijnlijk deze poort ding open. Komt u maar. 1, 2, 3. Bliksem. Ik wil heel graag ja, dat de bliksem hier inslaat. Ja, top. Ik ga wel even een klein beetje aan de kant staan. Dat we niet zelf ook worden getroffen door de bliksem. 1, 2, 3. Bam! Kijk, dit is top. Oké, wat is hier? Kistje. Zit beter iets goeds in? Oh, een oude kaart. Oh, dat is van beneden, van het Nederrijk. Daar is blijkbaar iets. Oké. Oké, maar goed, we moesten die kant op richting de kop van de draak. Ga ik even hier naartoe, naar deze boom. Ziet er gezellig uit. En dan wil ik gewoon hier naar boven. Het is gewoon eigenlijk een beetje vliegen, zweven en naar boven teleporteren voor mijn gevoel tot nu toe. Oh, kijk, hier is nog een kist. Ja, maar hoe kom ik daarop? Ik kan amper klimmen nu. Ik denk niet dat de game mij daarop laat... Oh, nou, ze laten mij er wel op klimmen. Nou, chill. Oh, daar is een tempel trouwens, daarachter. Een bliksemgeleider. Oh, dat is handig. Alleen de hoorn geleidt elektriciteit en de rest kan veilig worden vastgehouden. Dat klinkt wel goed. Dus even koekeloeren waar ik nou beland ben, hoor. Kan ik hier... Ja, hier kan ik misschien wel naar beneden. En dan vanaf hier weer omhoog. Oh, nee! Gaat dit niet? Ah joh, hou je dat nou net niet? Ja, dan moeten we nu toch een andere oplossing gaan zoeken. Oh nee, ga eens weg. Doe eens even niet. Doe eens even niet. Doe eens even lief voor mij. Oké, laat maar. Doe maar... Oh, wat... Hier, ik heb waterkracht. Oh, en jij hebt een leuk zwaard voor mij. Nou, dank je. Bedankt. Twee klappen, ben je gewoon klaar. Ik moet echt ook een keer mijn outfits gaan upgraden. Misschien moeten we dat wel eerst doen voordat we deze tempel ingaan. Wat is dat voor een ding? Gekke uitkijktoren. Oké, ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik zie hieronder me ook een tempel. En dat is dan... Lijkt wel onder die draakkop. Of misschien is dat wel die draakkop. Wacht, we gaan er naartoe. Kan ik daar dan gewoon in? Vanaf boven ook? Of oh, we zijn nu op Drakenkop Eiland. En zo te zien kan ik er van de bovenkant inderdaad inkomen. Oeh, oké. Oké.
de tempel van Yoko-U. Maar zijn we dan nu waar we moeten zijn? Ja, zo, dit lijkt er wel op. Nou, die tempels, die hoef je meestal niet te doen. Is dit de ingang van de tempel? We moeten twee handen gebruiken. Oké, ja. Oké, laten we... Gaat dit lukken? Jawel. Link, jij kan dit, Link. Blijf duwen. Let's go, lekker. All right. Oké. Gaat hij open? Ja, hij gaat open. Nice. Oh man, dit is verrassend. Het geheim van de ringruïnes. Laten we dit onderzoeken wat dit voor ding is. Yo, maar ja. Oké, er gaat iets aan op het voorhoofd. En er gaat iets open. Yo. Het leek tenminste op een hoofd. Ik weet niet of het een hoofd was, maar dit ding leek op een uilenhoofd of zo. Wat gebeurt... Oh my gosh, wat gebeurt er? Er wordt een light beam daar naartoe gestuurd. Moet ik daar dan nu gewoon naartoe? Zelda's chosen protector. Ik word nu zelf geroepen. Take this. Follow the light. Neem dit, volg het licht. Ja, we moeten dit oppakken. Ja, oké, en dan blijft het dus schijnen naar dat punt waar we naartoe moeten. Oké. Ik neem het mee. Ik zie hier de mogelijkheid voor een vliegtuig. Ik denk dat we trouwens best wel ver moeten. Ik ga sowieso even het vliegtuig herbouwen. Ja, zo. En die gaan we dan hier plaatsen. Maar ik wil ook een raket eraan vastmaken. Hartstikke idee. Oké, deze nemen we mee. Oké, nou ben ik heel benieuwd hoe hard we gaan. Oh. Huh? We gaan helemaal niet hard. Oké, raket. Dit gaat helemaal fout. Oké, de raket werkt niet. Oké, dan gaan we gewoon zo. Recht vooruit. Recht vooruit. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Oké, nu gaan we nu neerstorten? Nee, kijk, we kunnen dit best wel we kunnen best wel een beetje chillen. Dit is gewoon een zweefvliegtuig. Oké, wow. Dat ging echt maar net goed. We moeten daarin. Oké, let's go. Laten we dit... Dit is vet. Dit is super cool. We zijn gewoon een zweefvliegtuig aan het besturen. Dit vind ik heel cool. Oké, nog verder naar voren leunen. Wel dit ding oppakken. Anders gaat het... Dan zijn we die straks kwijt. Oh ja, kijk, hier moeten we zijn. Dit is gewoon waar we moeten zijn. Probeer te landen. Ja, oké. Ja, we landen gewoon zo. Ja, ik vind het goed. Dit is een prachtige landing. Oké, ja. Auw. Het ging zo goed. Maar dit is wel het beeld waar we moeten zijn. Ik moet nog echt een beetje aan mijn landing werken, blijkbaar. Moeten we dit hier opzetten? Ja, we hebben iets geactiveerd. Een zo nice statue, denk ik. Oké, wat gebeurt er? Wat is dit voor beeld? Dit beeld gaat omhoog. Komt hier de tempel tevoorschijn? Ja. Ja. Dit is zeker wel een ingang. Oké, cool. Vet gedaan. Hier, dit is het masker. Oh, en die wijst nu daar naartoe. Oké, cool. Ik ga het masker daar naartoe brengen. Let's go, guys. Let's go. Wat hebben we ontdekt? De schacht in het Tobiodal. Oké, we plaatsen het masker hierop. Zo. Dit is waar jij wil zijn, hè, masker. Laat maar zien. Laat je superpower maar zien. Ja, we gaan naar beneden. Oké, cool. Vet gedaan. Let's go. Ja? Yo, waar leid je me naartoe, joh? Wat is het voor gek apparaat ding? Waar gaan we helemaal naartoe? Oh, daar komt de stem weer. Nou ja, of het licht. Ja, de stem. Link. Zelda's uitverkorene beschermer. Ja. What up? Oké, we moeten haasten. Oh ja, dit is de vijfde. De vijfde heilige. Of de beschermheer of vrouw of hoe je ze noemen wil. Zo, we gaan echt naar de dieptes van Hyrule. Gaan we echt naar de depths nu weer? Is dat waar we naartoe gaan? Naar het Nederrijk? Wow. Ja, we zijn in het Nederrijk. 100%. Ja, we zien die wortels, die roots zien we staan. Cool. Dus de laatste tempel is gewoon in het Nederrijk. Oh, het masker schiet ergens anders op. Nou jongens, in de volgende aflevering gaan we kijken wat dit te betekenen heeft. Dus knal de duimpjes omhoog. We zijn bijna het einde van deze game. Abonneer als je van Nintendo houdt en zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!